Namaste. Welkom bij Yoga op Klompen. Welkom bij deze relaxte les vol heupopeners. We gaan meteen beginnen liggend op onze rug. Voetzolen komen bij elkaar. Knieën zijn rustig naar buiten. En we hebben een kleine stretch op de adductoren. We gaan vandaag toewerken naar de duif. En dit is al een kleine voorbereiding op de hele diepe heupopener. Als je wil, leg je handen lekker op je buik. Sluit je ogen hier. Adem rustig diep in en uit en adem echt in je buik. En met elke ademhaling, kijk of je je adem iets dieper en iets langer kan maken. Laat alle gedachten gaan. Maak je hoofd lekker leeg. Iedere keer als er een gedachte opkomt in je hoofd, heb je een keuze. Vaak onbewust beginnen we erover na te denken. Maak die keuze nu bewust. Door heel even naar die gedachte te kijken. En hem dan meteen los te laten. En loslaten doe je heel simpel. Je focust je weer op je ademhaling. Het idee dat we kunnen multitasken is eigenlijk niet waar. Mensen die goed kunnen multitasken, het enige wat ze kunnen is snel switchen van het een naar het andere. Hersenen kunnen maar focussen op één ding. Daarom gebruiken we in yoga de ademhaling als een anker. Punt waarop we onze hersenen focussen. Daarmee brengen we ons hoofd tot rust. En dan je handen aan de buitenkant van je dijen. Met behulp van je handen breng je je benen langzaam bij elkaar. Knieën komen. Na je borst, hoofd komt op, maken een klein balletje. En we trekken onze knieën iets meer richting onze oksels toe. Een stretch voor de onderrug. Dan maken we de spieren in de onderrug los. Brengen ze wat op lengte. Dan plaats je voeten weer. Achter je billen, hoofd komt weer op de grond. Armen komen in een cactusvorm, dus een hoek van 90 graden. Bovenarm in lijn met je schouders. Laat je knieën rustig naar rechts vallen. Adem in, knieën komen op. Adem uit, knieën vallen naar links. Inademing op. Uitademing, knieën naar rechts. Inademing op. Uitademing, knieën naar links. Doen we nog een paar keer. Vind je jouw ritme van ademhalen en van bewegen. Zorg dat je op een inademing je knieën weer overeind brengt en dan pauzeren we een moment. Dan kruis je rechterbeen over je linkerbeen heen. Als je het haalt, gaat de rechtervoet onder je enkel. Hoeft niet als je het haalt. En dan laat je je knieën naar links vallen en je kijkt over je rechter schouder naar rechts toe. Adem hier. Nieuwe losmaakoefening voor je onderrug.
En adem mijn knie op. Andere kruis, de rechterbeen komt los. Links kruist over rechts. Linkervoet als je het haalt. Achter de rechter enkel, anders is die er gewoon naast. En je laat je benen dit keer naar rechts vallen. En je kijkt over je linker schouder naar links. Inademing, benen op. Rechterbeen en linkerbeen komen weer van elkaar af. Schud heel even je dijen, een klein beetje ontspanning. En dan brengen we de knieën opnieuw op. Onderbenen zijn parallel met de grond. Armen zijn naar boven toe, hoofd kan op de grond rusten. En zowel de tenen als de vingers gaan naar voren, omhoog. En we trekken ze naar achter, omhoog, naar voren, omhoog, naar achter. En vind weer jouw ritme van bewegen. Het is een soort jong hondje wat op zijn rug rolt en aan het spelen is. Oké, dan draaien we cirkels en met onze enkels en met onze vuisten. Kan naar binnen zijn, kan naar buiten zijn, wat voor jou fijn voelt. Oké, en doen we de andere kant op. Niet super gecoördineerd. Bij mij ziet het nooit gecoördineerd uit. Niet mijn sterkste punt. Oké, schud los. En nou lijkt het helemaal op een jong hondje. Maak weer een balletje van jezelf. Knieën naar je borst. Rol iets van achter naar voren. Tot je helemaal op over je knieën kan rollen. En op handen en knieën kan komen. Oh, zakdoeken. Altijd goed voor de hooikoorts. Oké. Een paar ademhalingen hier. Inademing, holle rug. Kijk naar boven. Uitademing, bolle rug. Inademing, hol. Uitademing, bol. Eén keer nog. Inademing, hol. Uitademing, bol. Inademing, neutrale rug. Tenen in de mat, uitademing, bekken op en naar achter, downward facing dog. Hou een buiging in je knieën, gaat goed deze keer. Hou een buiging in je knieën en maak een kleine wandelende beweging. Om beurten met een hiel naar de grond toe. Klein beetje voorbereiding voor je hamstrings. En dan vinden we een moment van rust. Ze brengen de hielen richting de grond. Vingers zijn zo gespreid mogelijk, goed in de mat geduwd. Bovenlijf zakt door de armen richting de dijen. We spannen de schouders in die zin iets aan dat we proberen de schouderbladen terug op de rug te trekken. Ze trekken ze naar beneden. Hulp van de trapezius. Adem hier. Kijk dan tussen je handen. Wandel rustig naar voren. Bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing. Buig voorover. Inademing. Helemaal overeind. Lengte in je rug. Uitademing. Armen langs het lichaam. Oké, we gaan beginnen aan de warming up. Shut recht. Inademing. Lengte. Uitademing. Buig vanuit je bekken naar voren. Inademing, bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing, stap naar achter in een plank. Buikspieren aangespannen. Laat je langzaam helemaal op de grond zakken. Voeten plat op de grond. Inademing, open je borstkas cobra. Tenen in de mat. Uitademing, bekken op. En naar achter, lengte in je rug. Kijk dus je handen. Stap naar voren, bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing, buig voorover. Inademing, helemaal overeind, lengte.
Meteen door. Uitademing, buig vanuit je bekken naar voren. Inademing, bovenlijf parallel. Uitademing, stap naar achter in plank. Laat je halverwege zakken. Chaturanga Dandasana. Kijk naar de tutorial als je hem lastig vindt. Inademing, rol over je tenen. Open je borstkast. Uitademing, bekken op. Lengte in je rug. Downward facing dog. Kijk dus je handen. Stap naar voren. Bovenlijf parallel. Uitademing, buig voorover. Inademing, helemaal overeind. Lengte. Meteen door weer. Uitademing, buig vanuit je bekken. Inademing, bovenlijf parallel. Uitademing, stap naar achter in de plank. Laat je zakken. Inademing, upward facing dog. Uitademing, downward facing dog. Eén ademhaling hier. Kijk weer tussen je handen. Kracht in je handen. Misschien kan je met een klein sprongetje tussen je handen komen. Bovenlijf parallel. Uitademing, buig voorover. Inademing, helemaal overeind, lengte. Uitademing, armen langs het lichaam. Oké, shut recht. Tweede variant. Inademing, armen op lengte. Uitademing, buig vanuit je bekken naar voren. Inademing, bovenlijf parallel. Uitademing, handen in de grond, sterke armen, buig je benen. Kom met een sprongetje, plank, bogen, ellebogen. Laat je zakken, chaturanga. Inademing, rol over je tenen, kijk naar boven, upward facing dog. Uitademing, downward facing dog. Kijk tussen je handen, rechtervoet stapt tussen je handen, knie boven je elleboog. Kom overeind, high lunge. Uitademing, voeten blijven hetzelfde, alleen het bovenlijf twist naar links, armen komen open. Inademing, armen op. Uitademing, twist naar rechts. Inademing, armen op. Uitademing, linkerknie naar de grond. Inademing op. Uitademing, handen naar de grond. Rechtervoet stapt naar achter, laat je zakken, chaturanga. Inademing, rol over je tenen, Urdhva Mukha. Uitademing, Adho Mukha Svanasana. Kijk tussen je handen, linkervoet stapt naar voren. Overeind, armen op. Uitademing, eerst open twist naar rechts. Inademing, armen op. Uitademing, gesloten twist naar links. Inademing, armen op. Uitademing, knie naar de grond. Inademing op. Uitademing, handen naar de grond. Linkervoet stapt naar achter, laat je zakken. Inademing, rol over je tenen, open die borstkas. Uitademing, billen op en naar achter. Eén ademhaling hier. Kijk weer tussen je handen, kom met een sprongetje naar voren, zachte landing, bovenlijf parallel. Uitademing, buig voorover. Inademing, helemaal overeind, lengte. Uitademing, armen langs je lichaam. Perfect, doen we nog één keer. Inademing, lengte. Uitademing, buig naar voren. Inademing, bovenlijf parallel. Uitademing, sprongetje naar achter, laat je zakken, chaturanga. Inademing, upward facing dog. Uitademing, downward facing dog. Kijk tussen je handen, rechtervoet stapt naar voren. Inademing, high lunge. Uitademing, twist naar links, armen parallel. Inademing, high lunge. Uitademing, twist rechts, armen parallel. Inademing, high lunge. Uitademing, knie naar de grond. Inademing, op. Uitademing, handen naar de grond. Stap naar achter, laat je zakken, lage plank. Inademing, hond met het hoofd omhoog. Uitademing, hond met het hoofd naar beneden. Kijk tussen je handen. Inademing, linkervoet stap naar voren. Kom overeind, high lunge. Uitademing, open twist naar rechts. Inademing, armen op. Uitademing, gesloten twist naar links. Inademing, armen op.
Uitademing, knie naar de grond. Inademing, overeind. Uitademing, handen naar de grond. Linkervoet staat naar achter. Laat je zakken. Inademing, rollen over je tenen. Kijk naar boven. Uitademing, bekken op. En naar achter, lengte in die rug. Eén ademhaling. Kijk tussen je handen. Sprongetje naar voren, bovenlijf parallel. Uitademing, buig voorover. Inademing, helemaal overeind, lengte. Uitademing, armen langs je lichaam. Oké, laatste stukje warming up. We gaan alvast werken aan het openen van de heupen. Dus inademing, armen op lengte. Uitademing, buig vanuit je bekken naar voren. Inademing, bovenlijf parallel. Handen op de grond, sprongetje in de lage plank. Inademing, rollen over je tenen. Uitademing, bekken op. En naar achter. Kijk dus je handen. Linkervoet komt naar voren dit keer. Inademing, kom overeind. High lunge. Nu draaien we het achterste been open. Armen parallel. Warrior 2. Linkerhand draait om. Inademing, linkerarm komt op. Strek die linkerzij. Rechterhand naar het been. Uitademing, linker elleboog naar de knie. Rechterarm over je heen naar voren toe. Inademing, beide armen parallel. Uitademing, sluit eerst je heupen, bescherming. Dan handen naar de grond, linkervoet staat naar achter, laat je zakken. Rol over je tenen, open je borstkas, duw je uit je schouders, beenspieren aangespannen, buikspieren aangespannen. Uitademing, bekken op en naar achter. Kijk tussen je handen, inademing, rechtervoet staat naar voren, kom overeind. Uitademing, draai die linkervoet open 90 graden, armen parallel. Draai je rechterhand om, inademing, rechterarm komt op, maak lengte in die rechterzij. Uitademing, rechter elleboog naar je knie, linkerarm komt over je heen naar voren. Inademing, rechterarm parallel aan links. Draai die linkervoet in, uitademing, handen naar de grond. Rechtervoet stapt naar achter, laat je zakken. Inademing, rollen over je tenen, duw je weer uit je schouders, benen zijn aangespannen. Uitademing, downward facing dog. 3 ademhalingen hier. Vanuit downward facing dog, kijk weer tussen je handen. Linkervoet komt naar voren toe. Knie is boven je enkel. Blijf op de bal van je rechtervoet. Kom overeind, high lunge. Openen meteen weer. Warrior 2. Armen zijn parallel. We gaan de pose vasthouden, dus controleer opnieuw. Knie is boven je enkel. Laat hem niet naar binnen vallen, niet naar buiten vallen. Bescherming van je kniebanden. Achterste voet is 90 graden. En je kan de pose zwaarder maken door te zorgen dat het linker dij bijna parallel aan de grond is. Bovenlijf is zijwaarts, het is in het midden. Dus geen servicehouding, we zijn niet naar voren. Armen zijn parallel, schouderbreed. Hou vooral die achterste arm in de gaten. Die wil nogal eens dit doen. We kijken over de linkerhand naar voren toe. Adem hier. Inademing, strek het linkerbeen. Linkervoet draait in. Rechtervoet draait uit. Rechte knie buigt. En we hebben Warrior 2 aan de andere kant. Kijk weer over je rechterhand naar voren. Controleer even die linkerarm. Controleer die rechte knie. Oké, strek je rechterbeen. Daar is rechtervoet, hoek van 45 graden. Linkervoet, hoek 45 graden. Inademing, armen komen op.
Uitademing, buig je benen, knieën zijn in lijn met je grote teen. Arm is 90 graden, dus goddess pose. Adem in, we hebben alweer opening van de adductoren. Inademing, strek je benen. Draai die linkervoet helemaal in. Zij is nu hoek van 45 graden. Rechtervoet is uit. Eventueel wil je stand van je voeten iets dichter bij elkaar brengen. Rechterhiel in lijn met de linkerhiel. Linkerheup gaat naar achter. Rechterhand komt naar voren. Dan gaat de rechterarm naar beneden. Linkerarm naar boven. Openen de heupen. Openen het bekken. En we kijken over die linkerhand naar boven toe. Inademing overeind, rechtervoet draait helemaal in, linkervoet draait uit. Rechterheup naar achter, linkerhand reikt naar voren, linkerarm naar beneden, rechterarm gaat naar boven. Open die rechterschouder, open die rechterheup. Inademing helemaal overeind. Kijk naar de voorkant van je mat. Uitademing stappen naar de voorkant van de mat. Arm ontspannen. Shirt recht. Oké. Gewicht komt goed op je rechtervoet. Tree posture. Altijd optie, grote teen op de grond tegen je enkel. Tweede optie, op je kuit. Derde optie, op je bovenbeen. Nooit op je knie. Onder je knie of boven je knie. Knie is naar buiten. Handen zijn bij elkaar. Als je voet op je knieën, je verliest je balans, je duwt te hard tegen je knie aan, knieblessure. Oké, open je schouders. Open je bekken. Ogen op één punt voor je. Adem rustig hier. Met beleid, linkervoet naar de grond. Gewicht komt meteen op links. Rechtervoet, zoek jouw optie. Het is normaal als de ene kant makkelijker is dan de andere kant. Focus eerst weer op het openen van die rechterdij. Dan komen je handen bij elkaar. Schouders zijn ontspannen naar beneden. Kaken zijn ontspannen. Ogen zijn op één vast punt voor je. Iets dat niet beweegt. Met beleid, rechtervoet naar de grond, schud uit. Kom terug naar de voorkant van je mat. Voeten weer bij elkaar. Oké. Inademing, armen op. Uitademing, buig vanuit je bekken naar voren toe. Inademing, bovenlijf parallel. Stap naar achter plank. Laat je zakken chaturanga. Inademing, rol over je tenen. Upward facing dog. Uitademing, downward facing dog. Eén volledige ademhaling hier. Inademing, rechterbeen komt op. Openen de rechterheup, buigen het rechterbeen bij de knie. Linker voeten stevig op de grond. Linker en rechterhand zijn stevig op de grond. We proberen die rechterknie iets hoger te brengen. En iets verder naar achteren.
Dan brengen we die rechterhand ietsje naar binnen toe, zodat we ruimte creëren voor de rechtervoet om aan de buitenkant van je hand te komen. Linkerknie gaat naar de grond, de rechtervoet is hoek van 45 graden. Eventueel kan dat linkerbeen iets naar achteren en we laten die rechterknie openvallen. Je kan op je handen blijven rusten. Als je de ruimte hebt, breng je onderarmen naar de grond toe. Tenen van je linkervoet zijn op de mat. We openen die rechterheup en laten hem rustig hier gewoon openvallen. Geweldig voor de bilspieren. Dan komen we terug op onze handen. Buigend linkerbeen. Rechterhand gaat naar achter. En we kijken of we die linkervoet vast kunnen pakken. En die linkerhiel iets richting de dij kunnen brengen. We kijken over de rechterschouder naar achter. Als dit onhaalbaar voor je is, aanpak een riem. Doe de riem om je voet heen en hou die riem vast. Sjaal werkt ook. Oké, kijk naar voren. Linkervoet gaat terug naar de grond. Rechterhand gaat naar de grond. Tenen van je linkervoet in de mat. Duw jezelf op. Rechterbeen naar achter in de lucht. En terug naar de grond. Oké, andere been. Linkerbeen komt op. Open je heup. Draai. Buig je been 90 graden. Linkerknie iets hoger. Iets verder naar achter. Beide handen stevig op de grond. Rechtervoet stevig op de grond. Adem hier. Kijk naar voren, breng die linkerhand iets naar binnen. Stap je linkervoet aan de buitenkant van je linkerhand. Rechterknie naar de grond. Breng eventueel de rechterknie iets naar achter. Laat die linkerknie openvallen naar buiten. Nieuw, je kan op je handen blijven. Je kan op je ellebogen komen. Plaats je handen weer op de grond. Buig het rechterbeen. Linkerhand reikt voor de rechtervoet. We brengen die linkervoet richting de billen, kijkend over onze linkerschouder naar achter. Met beleid. Rechtervoet terug naar de grond. Linkerhand terug naar de grond. Tenen in de mat. Linkerbeen op en naar achter. Kijk weer naar je handen. Dit keer gaat je linkerknie richting de linkerpols. Linkervoet is richting de rechterpols. Rechterknie gaat naar de grond. Oké, afhankelijk van hoe open je bent in je heupen. Als je niet zo open bent, dan gaat die linkervoet meer richting het bekken en je bent hier. Tenen van de rechtervoet kunnen plat op de mat. Als je meer open bent, kan je linkerbeen parallel zijn met de voorkant van je mat. Belangrijk, bekken is in het midden. Je hebt vaak in deze pose de neiging om op je linkerbil te zakken en dan lijkt het een hele makkelijke pose. Maar je wil je bekken
in het midden hebben. En dan wordt de opening in je linker bilspier, piriformis, veel dieper. Je kan op je handen blijven. Je kan op je ellebogen komen. Maak er een luie pose van. Dus als je de ruimte hebt, rust je hoofd op je handen. Kan liggend zijn op deze manier. Kan ook rustig hier zijn. Waar jij bent, is waar jij bent. Inademing, bovenlijf komt op. Handen komen op de mat, tenen van je rechtervoet in de mat. Duw je op, linkervoet stapt naar achter. En wandel even, downward facing dog. Klein beetje ontspanning voor je bilspieren. Dan kijken we weer naar voren. De rechte knie gaat naar de rechterpols. Rechtervoet richting de linkerpols. Kijk weer wat voor jou haalbaar is. Voet meer naar je bekken, voor minder flexibiliteit. Voet meer parallel aan de voorkant van je mat, als je al meer open bent in je heupen. Handen op de grond, eerste optie. Ellebogen op de grond, tweede optie. Hoofd kan in je handen rusten. Je kan een kussentje maken van je armen en je hoofd op dat kussentje laten rusten. Belangrijk, hou het bekken in het midden. Rol niet op je rechterbil. Rol ook niet helemaal door naar links toe. Volgende inademing, hand op je mat, bovenlijf overeind. Tenen van je rechtervoet in de mat en op een uitademing duw je bekken op terug naar down dog. Maak weer wandelende beweging. Eén hiel naar de grond, andere hiel naar de grond. Kijk dan tussen je handen, kom naar voren, knieën gaan naar de mat. Kruis je enkels, kom op je billen zitten. En dan komen we op benen naar voren toe. Shut is recht. We komen op onze rug liggen. Armen zijn langs het lichaam. Sluit je ogen hier, ontspan. Adem dan diep in door je neus. Adem uit met een zucht. Het enige wat je nu hoeft te doen is te zijn.
Richt dan langzaam je tenen en je vingers. Breng je armen over je hoofd, strek jezelf uit. Hou je ogen nog even dicht, maar rol over op je rechterzij. Met je ogen dicht, met behulp van een hand, kom je langzaam tot zitten. En breng je handen samen voor je borst. Buig je hoofd richting je hart. Maak je denken ondergeschikt aan je innerlijk weten. Blijf je handen samen creëren. Plaats ze over je ogen. Open je ogen onder je handen. Spreid je vingers om het licht binnen te laten. Breng je handen weer samen. Dankjewel dat je mee hebt gedaan met deze les. Diepe heupopener. Ontzettend goed voor de bilspieren. Met name voor de piriformis. En bilspieren zijn spieren die heel vaak rugklachten veroorzaken. Dus goed om in vorm te houden. Als je het fijne les vond, doe lekker nog een les als je wil. Klik op de playlist. Als je meer over yoga wil weten, klik op die playlist. Als je het niet gedaan hebt, schrijf in voor het kanaal. Altijd behulpzaam. En jij krijgt een melding als er weer een les voor jou klaar staat. Ik zie je in ieder geval bij de volgende video. Namaste.